gebeuren. We kijken eerst naar de ploegopstelling van Lommel. Zoals ik zei, kapitein Glenn Neven. In de opstelling van Bob Peters enkel dus de nieuwe man Sicek die dus in de ploeg komt. De eerste hoekschop dus. Aan de eerste zone. En die bal geraakt daar niet volledig weg, maar in de handen van... om voor de eerste keer wat gevaar te creëren. Bruls houdt het kort. Naar wie? In de combinatie met Mabea. Dat is eigenlijk wel heel goed gecombineerd. En opletten, want aan de tweede zone is daar plots Sicek die scoort. Kijk eens aan. Eerste kans van Westerlo. En meteen een doelpunt. En dan zitten we bij Anas Zarouri. Ook Van der Smissen gaat weer mee. Zarouri met de trap en een goede parade nodig van Euser. Even met de armen zwaaiend. Gaat het naar Bruls of niet? Nu wel. Via een paar stationnetjes nu. Opletten geblazen. Voor Hendricks, want hier is Christian Bruls. Die gaat eens trappen en een goede trap. Ja, dat is maar net naast de goal getrapt door Christian Bruls. Scheelde niet zoveel. En dat gaan we hier in de herhaling nog eens te zien krijgen. Goed naar binnen knijpend en dan trappen met de binnenkant van de rechtervoet. Hendricks, ruimte centraal bij Ugalde. Verschuren wil hem graag, maar dit is een moeilijke bal, maar hij gaat er wel in. Prachtig balletje van Ugalde. Zeer moeilijk, maar goed gelezen door Anas Zarouri. Ugalde werd gezocht. Bruls met het hakje. En dat is goed verdedigd, kan ik zeggen, door Verschuren. Maar de Keukelaren, best een feilloze wedstrijd van het centrale duo achterin. Neven en Lemoine. En dan is dit een fout en een gele kaart. Dat kan bijna niet anders. Nog steeds Neven mee in de box. Een drietal mensen van Lommel mee. Vier zelfs nu. Moreno kan oprapen als het snel gaat. En trappen zelfs en een goede parade nodig van Berke Ezerdermaal. Waarom hij het vertrouwen krijgt van Bob Peters in de goal. En niet de ervaren doelmannen Christophe van Hout en Koen van Langendonk. In de korte hoek de trap van Moreen. En dan heeft Yannick van der Smissen weer de oversteek gemaakt naar de andere kant van het veld. De bal blijft daar zo wat in het pak hangen. Nog niet volledig weg. Maar Reno, dat was een mooie trap hoor. Zuma, maar ondertussen wel de bal weer opgeraapt door Zarouri. Lommel weer volop in de aanval. Zarouri zoekt naar zijn rechtervoet en de plaatsbal. Daar mocht een beetje meer peper en zout aan toegevoegd worden. En nu plots Westerlo. Oh! En dat is echt wel een foutje dat een kaart waard is. Goeie bal intussen op Verschuren. Van 1-0 met de fout. Oh, en Bob Peters ziedend aan de zijlijn. Heel kwaad omwille van deze beslissing. Dat is nu deze keer reglementair wat Gandry deed. Abrahams nu. Eerste trap van Abrahams. Flauwtjes in de handen van Svetkauskas. Van Verschuren. Veto Kele. Weggehaald voor de neus van de nieuwe man. En dan is dit een fout. Oh, en dan wordt er... Goeie bal van Abou. Tot bij de snelle beentjes van Moreno. Hier zit muziek in. Moreno nog steeds met de schuiver. In de korte hoek zit Euser. Nee, het is Zuma. Medische bijstand nodig, Noël Zuma. Manning wil dat er wordt afgefloten. Laatste voorzet van Bruls. Nu weghalen. En het eindsignaal van Kevin de Beukelaar. Geen winnaar hier in de partij tussen Lommel en Westerlo.